heb in de studio heb ik de muzikanten van Amok heb ik opgenomen. Ik heb losse improvisaties van hen opgenomen in een bepaald soort kaders. Ik heb een aantal kaders opgegeven en daarin konden zij juist doen wat zij wilden, zodat ik hun karakter kon vangen. Nou, dit is een soort van escape room spel, maar dan met noten. Ik had de trompetist bijvoorbeeld dit vormpje gegeven. En hij kan dan met dat vormpje door dit hele het bordspel heen bewegen. Dus hij kon het opschuiven of omdraaien, zoals, een, ja, zoals Tetris, zeg maar. Maar dan waren het noten en dan moest hij daarmee dus iets muzikaals maken. Nou ja, en hij is echt ja, een geniale improvisator. En dus er komt iets uit wat nieuw voor hem is en nieuw voor mij. En daar gaan we dus weer een stuk van schrijven. Dus het is heel erg van nu. Toen ben ik dus gaan luisteren van oké, welke stukjes die zijn interessant. Ik heb dus nu op dit scherm heb ik dus al die muzikanten, heb ik al die kleine sampletjes heb ik onder elkaar gezet. Dus ik kan zo naar beneden scrollen en dan zie ik ja, honderden stukjes sample van die muzikanten. En dan kan ik gaan kijken van hey, welke dingen werken wel met elkaar, welke niet. En als ik denk, hey, dit klinkt interessant, er zit potentie in, dan zet ik ze allemaal bij elkaar. En dan ga ik dan weer die samples omdraaien of op elkaar zetten weer. En op die manier heb ik dus dat hele orkest in huis gebracht. En kan ik met hun gaan spelen. Dus ben ik heel met hun bezig. En dit is totaal nieuw voor mij. Ik dacht van, hey, dit is iets dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ja, laat ik het maar eens gaan proberen. Als je kijkt naar de elektronische muziek, daar zitten echt een paar mensen tussen. Dat zijn gewoon de nieuwe Mozart. Alleen, dat weet niemand nog, maar daar gaan we over 30 jaar wel achterkomen dat met die elektronische manier van werken, dat daar geniale muziek ontstaat. Dus daar zit gewoon heel veel potentie in. En dus ik wist ook van als ik hierin ga, betekent het niet dat ik de kracht van muziek ga verliezen. Ja. Onze generatie is echt opgevoed met elektronische muziek. Dus het zit in onze genen eigenlijk. Daarom voelt het voor mij meer dan logisch dat ik dat ook gebruik als medium. Alleen, ik heb enorme liefde voor akoestische muziek en een enorme liefde voor improvisatie en voor jazz. Dus dat zijn de twee dingen die ik met elkaar wil balanceren. En ja, voor mij is dat als ik die twee dingen soort van hand in hand laat gaan, dan spreek ik ja, de waarheid voor mijzelf. He, dan is het, als mensen komen luisteren, is het van oké, dit is hoe ik nu de ontwikkeling zie in de muziek. En dit is hoe ik mijn verhaal vertel. En hoe ik het verhaal vertel van de muzici met wie ik werk.